Mystic Determination. Dan... Oh! Huh? Wat? Hoe komen we opeens aan een Japanse kaart? What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rickachu en vandaag is het weer zondag, dus we gaan weer Pokémon kaarten uitpakken. De vorige week heb ik de Lunala box uitgepakt en deze week gaan we deze toffe Solgaleo box uitpakken. Let's go! Vandaag heb ik dus deze Solgaleo box uit de Alola collectie. De vorige box, de Lunala box, die viel een beetje tegen en ik hoop dat deze box wel beter is. Anders kunnen we een beetje de conclusie eraan verminderen, ja, dat deze box gewoon eigenlijk niet zo goed zijn. Let's go! Ook in deze box zit weer een oversized kaart en het is opnieuw een GX kaart, geen EX kaart. Het is de Solgaleo GX kaart, daarachter staat de Lunala GX kaart. Dus die hebben we nu allebei, super tof. Er zitten 3 pakjes in en ook in deze box zitten weer een Primal Clash pakje, een Phantom Forces pakje en een Evolutions pakje. Dan hebben we natuurlijk de pin, die ook in deze box zit en ook in de vorige box zat natuurlijk, ook in de Lunala box. En als jij deze nou wil hebben, dan kan dat. Deze ga ik aan jullie weggeven. Vertel me wie je favoriete starter is en waarom dit jouw favoriete starter is. En dan maak je kans op deze toffe pin. Voor de rest zitten er 3 promokaarten in, weer van de starters. Het zijn andere promokaarten als in de andere box. Dus we hebben weer deze Rowlet, we hebben een Litten en we hebben deze Popplio kaart. We hebben nog een codekaart voor jullie, alsof het gewoon, nou, het is al Sinterklaas geweest al een tijdje. Maar goed, het is bijna kerst. Deze is ook voor jullie, alsjeblieft. En dan gaan we snel de pakjes openmaken. We beginnen net als in de vorige video met het Primal Clash pakje. En ik hoop toch echt dat de pools in deze box gewoon een stuk beter zijn. We hebben hier de codekaart voor jullie, alsjeblieft. Ik doe 3 kaarten naar voren en dan hoop ik dat hier wat moois in zit. We beginnen met een Duoblade. Dan de volgende is een Teammates kaart. Dan hebben we de Fresh Water set. Hebben we nou gewoon, nou, allemaal trainer cards. Starview, dus de volgende kaart. We hebben een Loadhead, een Solrock, een Drillbur, een Nosepass, een Torchic Reverse Hollow. Die is wel leuk, dat is een schattige kaart, maar het is volgens mij gewoon, ja, het is gewoon een common kaart. En als laatst hebben we een Delcatty Non-Hollow Rare. Nou, oké, we gaan verder met het Phantom Forces pakje. En tot nu toe dus uit deze Alola box hebben we 4 pakjes opengemaakt. En we hebben serieus geen 1 EX, GX of Holo Rare kaart. Dus dat is een beetje jammer. Hier is weer een QR-code. Pak ze niet allemaal. Gun de ander ook wat een mooie kaart. En dan gaan we kijken wat hierin zit. We beginnen met een Lampent. Dan de volgende is een VS Seeker. Een Boldor. Een Goomy. Een oh, dit is wel een vette kaart. Dit vind ik serieus wel echt een hele leuke Pokémon kaart. Deze Chansey kaart is heel vet. Het is het is gewoon een common. Dus niet zo heel bijzonder voor de rest. Maar ik vind hem leuk. Dan hebben we deze Seaweedle. We hebben een Pochina. Een Finian. De Reverse Hollow is een Goomy. Die hadden we net goed. Nou ja, dus in ieder geval een Goomy. En als laatste hebben we een Hunchcrow. En dat is opnieuw een non-hollow rare, jongens. Deze pakjes, deze boxen, die, ja, ik weet het niet. Ze stellen tot nu toe helemaal niks voor. We gaan het laatste pakje openmaken. En dat is eentje uit de Evolutions serie met een Blastoise voorop. Dus we gaan eens even kijken of Blastoise geluk brengt. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je wilt dat deze Blastoise geluk brengt. En dan hebben we hier de codekaart. Alsjeblieft, die is voor jullie. Doe ik er 3 naar voren. En dan gaan we kijken of hier dan eindelijk wat moois in gaat zitten. We hebben een Mystic Determination. Dan, wat? Dan komen we opeens aan een Japanse kaart. Hoort dat een... Hè? Dit is vaag. Dit is echt heel raar. Hij is half Engels, half Chinees, Japans, ik weet niet. Dus in ieder geval volgens mij gewoon een secret rare, ja. Dit is nummertje 109 van de 108. Maar ik vind het echt heel erg vaag dat hij gewoon in het Japans is. Maar dit is dus wel een hele goede pool, jongens. Een Executor secret rare. Super nice. En dan gaan we eens kijken wat we nog meer hebben. We gaan verder met een maintenance kaart. Dan hebben we een Rattata, een Electabuzz, een Magikarp, een Drowzee, een Caterpie, een Porygon Reverse Hollow. En de laatste kaart, deze is ook wel vet. Een Magneton Holo Rare. Nou, dit laatste pakje was dan wel heel erg tof. Een Magneton Holo Rare, jongens. Kijk hoe die shined. Kijk hem shinen, kijk hem shinen. En deze hele vage Executor halve Japanse kaart. De Secret Rare. Ik ben er super blij mee. Dit pakje was echt heel erg tof. Doe een blauw duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wil zien. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later. Mazzel!